Let's do this! Yeah! Oh, nu hakt hij echt letterlijk alles behalve metal. Are you kidding me? Hij past hier heel mooi, denk ik. Ja, ik denk dat hij zomaar goed staat. Meteen. Bam! Yo, mensen van het Games Verder, jullie kijken naar een goed nieuwe video van Ark Scorch F. We zijn weer back at it again. En ik ga meteen even onze Jerboas upgraden. Nog altijd ben ik heel van het level. Ik weet eigenlijk niet waarom. Ik bedoel, wat moet je anders met die beesten? Alright, ik heb nog niet buiten gecheckt, maar ik ben zo benieuwd of het gewoon gelukt is. En ik ga het gewoon doen in 3, 2, 1, go! Ah! Oh, yes! Volgens mij had ik yes! Oké, ik zag meteen eentje. Dat is deze. Die is gelukt. Yes. Dit zijn, even kijken. Dit zijn, ja hoor. Ze zijn allemaal gelukt. Kwik, kwek en kwak. Want er waren zoveel mensen die zeiden van, yo, waarom noem die vogels kwik, kwek en kwak? En bij het editen van de vorige video dacht ik ook van, yo, 1, 2, 3. Yo, waarom de fuck noem ik ze niet gewoon kwik, kwek en kwak? Dus dat ga ik doen. En dat gaan we even doen qua level. En kwik is het laagste level. Dus dat is deze. Die noemen we kwik. De tweede, dat is deze. Die noemen we kwek. Kwek, hoppakee. En de laatste, dat is deze. En die noemen we kwak, hoppakee. Nice, jongens. Nice, nice, nice. We did it. Alright, alright. Ze hebben echt voedsel nodig, jongens. Holy shit, die beesten hebben... Kei had zitten eten. Misschien is het trouwens handig dat ik even iets ga killen. Want zoveel voedsel hebben we niet eens meer. Dus laten we gauw even iets zoeken. Hier hebben we bijvoorbeeld een heel leuk beestje. Come on. Ga jou even helemaal kapot maken, jongen. Hier, kom eens even goed zo mee, jongen. En we doen dat meteen nog een keer. Hoppakee. Hoppa. Oké, nog een keer. Oh, er zit nog een beest onder volgens mij. Yeah, he's down. Hoppakee. En hij is geloot. Ik zet de gamma trouwens even op 4, want anders is er natuurlijk helemaal niks te zien. We hebben nu weer super veel vlees. Ja, jongens, kijk dan. Holy shit. Cool, we hebben 1000 meat. Dat is helemaal mooi. Dus we gaan die best even voeren. Hoppakee. En wat gaan we level up? Ja, ze hebben echt heel weinig helft. Dus deze even zijn helft. Hop, hop, hop. Keihard omhoog. Die moet sowieso even de 1000 aantikken. Hetzelfde gaat voor deze. Die is in principe best wel goed. Goeie bird. Gaan we even levelen tot 1000. Yes, nice. Ja, is een movement speed. Kan handig zijn. Maar ik denk gewoon helft. Want hier gaan we toch niet op vliegen. Want ze zijn alle 3 size low. En dan de laatste even. Ook even zijn helft tot de 1000. Hoppakee. En we gaan gewoon lekker door levelen. Boeien. Alright. Gooi er even wat vlees in. Nice. En deze krijgt ook even wat vlees. Maar nu ben ik ook benieuwd. Zijn het nou jongetjes of meisjes? Dit is een male. Alright. Hoop ik er zit een female. Dit is ook een male, helaas. En dit is een female. Alright. Oké, die is best oké. Want de moeder, oftewel Katrijn, is 55. Die is alsnog hoger dan Kwek. Anders zou je zeggen, ja, we gaan de vader met Kwek iets laten doen. Dat is een beetje raar. Dat is inteelt shit. Maar maakt niks uit. Het kan allemaal. Maar ga voor deze beesten bereiden. Ik weet het niet. Ik laat ze hier lekker eerst staan. Ik bedoel, ik ga er toch niks meer doen. Ik ga ze nu ook nog even geen saddles geven. Onze scheet, dat is ook alweer level up. Yes, yes. Nice. Ik wilde trouwens vandaag even beginnen met metal vormen. Ik heb dat al zo lang niet meer gedaan. En we kunnen in principe best wel weer goed metal gebruiken. Want ja, uiteindelijk heb je het natuurlijk wel weer nodig. Dus ik gebruik even een metal pickaxe daarvoor. Volgens mij is de stone golem hier trouwens veel beter voor. Maar ik heb dit beest nog nooit gebruikt. En dat vind ik ook wel een beetje zielig. Ik bedoel, je hebt een fucking nieuw beest. En dan gebruik je hem niet eens. Ja, is een beetje raar natuurlijk. Dus we gaan even dit mooie beestje gebruiken. Hij is niet echt snel helaas. Dat is wel even balen. Maar de vraag is, kan hij ook bestjes hakken? Ik denk het. Oh, zeker wel. Ja, ja, zeker wel. En ook niet een beetje ook. Kapot veel. Jongen, dit is niet normaal. Check zijn weight. Die is nu al echt kapot vol. Holy shit, hier liggen allemaal tasjes. Helemaal top. Ik heb trouwens dit beest echt alleen maar in weight geleveld. Dus daarom heeft hij best wel low health en movement speed. En zijn stamina is niet al te hoog. Het is echt gewoon puur health en that's it. Let's do this. Yeah. Oh, nu hakt hij echt letterlijk alles behalve metal. Are you kidding me? Zelfs hout hakt hij. Jongens, jongens, jongens. Zo'n weight. Die is veel te hoog. Oh, ik heb trouwens wel metal. Ah, 2k. 2k metal. Ja, dat is top. Hé, hey, dankjewel. En al die stenen, holy shit, die komt nooit weer vooruit. Alright, laten we even flink wat shit gaan droppen, jongens. Zo, ja, hij zit nog steeds op het dubbel health. 1 tikkie, hè? 1 tikkie. Kan ik de health pakken? Ja, nu zit ik ook bomvol, ouwe. Tering, dit kan nooit. Alright, ik kan zelf niet eens meer lopen, dus ik drop gewoon 1200 metal. Ja, ik bedoel, wat moet ik er anders mee? Je kan er letterlijk echt niks mee. Zo, en nu zit ik alsnog vol. Ja, ik kan nog steeds niet lopen. Oké, ik geef hem hier weer de health van. Zo, hij kan nu lopen, yes. En ik kan ook lopen. Super nice, jongens. Ja, dit is echt de eerste en de laatste keer dat ik met dit beest iets ga doen. Maar, oké. De volgende keer pakken we gewoon even de stone golem. En dan gaan we even kijken hoe dat gaat. Maar ja, we hebben inmiddels alweer zoveel metal nu te pakken. Dat gooien we in de ovens. En dan is dat voor de komende tijd gewoon bam weer klaar. Zie hem lopen daar, jongen. Wat een held. Ik zet de gamma trouwens weer even op 3. Hoppakee. Volgens mij is 3 een beetje de standaardwaarde. Ik weet het eigenlijk niet. Weten jullie dat? Volgens mij is het 2,5 ongeveer tussen 2 en 3. Ik weet het echt niet precies. Maar zo is het wel goed. Ondertussen, jongens, heb ik even een vraag aan jullie. Of eigenlijk meerdere vragen. Want ik heb wel steeds leuke projecten in mijn hoofd wat ik wil gaan doen in Ark. Maar volgens mij ben ik al heel veel standaard dingen vergeten. Zoals bijvoorbeeld een voederbak neer te zetten.
voor de dieren. Want dan hoef ik ze namelijk handmatig niet altijd eten te gaan geven. Dus dat is al iets wat ik eigenlijk moet doen. Volgens mij zijn er nog zoveel kleine dingetjes die ik gewoon nog niet heb gedaan. Die eigenlijk wel heel normaal zijn. Dus als je iets weet, laat het zeker even weten. Daarnaast heb ik ook nog een hele belangrijke vraag. En dat heeft eigenlijk helemaal niks met Ark te maken. Ik ben ook op zoek naar een nieuwe serie op mijn kanaal. Gewoon even een tof nieuwe leuke serie die ik kan doen op mijn kanaal. Een spel of whatever het dan ook is. Dus hebben jullie ideeën, laat het gewoon zeker even weten. Ik ben altijd benieuwd. Ik sta altijd open voor alles. Want ik heb namelijk nog maar 1 of 2 vaste series. En dat is best wel sad. Dus weet je iets, laat het zeker even weten. Ik ben heel erg benieuwd. En ondertussen moet ik even spark powder maken. En daarvoor hebben we super veel flint nodig. En dat hebben we sowieso nog wel boven. Fiber, sandstone, flint. Alright. En er zit nog 1600 flint in. Helemaal mooi. Alright, dat gooien we er even in. En we kunnen 200 plus maken. Dus we zetten vast even wat aan, jongens. Hoppakeetje, nice. Oh, hier zit trouwens echt ziek veel in. 800. Wauw, waarom ben ik het aan het maken, jongens? Come on. Holy shit. Zo, hij heeft er nog 1000 in zitten. Holy shit, hey. Super chill. Deze gooien we ook even aan. Yo, we hebben gewoon te weinig ovens, jongens. Want ik heb er volgens mij echt letterlijk nog 600 in zitten. Wauw. Ja, 600. Nee, joh. Ah, shit. Ik heb weer dorst. Jongens, ik ben een beetje klaar met dat probleem. En ik denk dat het wel even leuk is dat we dat even gaan fixen. Ik bedoel, we hebben hier letterlijk hiernaast water. En ik moet er steeds weer heen lopen en daar heb ik echt geen zin in. Ik ben er klaar mee. We gaan irrigation pipes aanleggen, jongens. Hier beginnen we even mee. We gaan even al die shit engrammen. Yo, die dingen kan je ook van metal maken. Alright, maak me niks uit. We gaan eens even al deze shit engrammen. Die kost ook trouwens echt bijna helemaal niks. Echt maar 3 engram points. Holy shit, dat kost echt niks. Oh, nu engram ik meteen ook alles van metal. Oké, we gaan alles van metal doen. Sorry jongens, het spijt me. Maar we gaan er meteen even van metal aanleggen. We hebben net super veel metal gesmolten. Het kan nu ook, jongens. We gaan het ook meteen doen. Ik ga trouwens heel snel even mijn inventory opruimen, want het is echt een bende. Ik zit veel te vol met allemaal bullshit. Hoppakee, die nieuwe sparkpowder is ook weer klaar. Super chill. Oh, deze irrigation pipes kan je hier gewoon maken. Cool. En waarschijnlijk moeten we die andere hierin maken, denk ik. Pipes, yes. Metal pipes. Dat kost bijna geen metal ingots, maar wel veel cementic paste. Nou, en dat is echt geen probleem. We kunnen namelijk zo even 83 van die dingen aftikken gewoon. Bam. En ja, metal is natuurlijk ook geen probleem, want die zijn wel lekker aan het smelten. En dat gaat super snel, want hier zit 400 in. Dude. Holy shit, 500 hebben we alweer. Wauw. Die 400 zat er blijkbaar nog in. Die heb ik nooit gezien, joh. Stomme rotbeest. Er komt er weer een hittegolf aan. Was met dit de hittegolf, ja. We kunnen zometeen dus moeilijk buiten gaan werken. Maar het kan wel. Als we dat willen doen, moeten we wel even armor fixen. En dat heb ik niet aan. Ja, ik heb hier zoveel setjes in zitten die ik echt een keer moet repairen. En die shit gaan we even repairen. Alright, we hebben al flink wat cementic paste te pakken. Helemaal mooi. Oh, in de fabricator hebben we ook nog cementic paste zitten. Top. Al ons armor is inmiddels ook weer gemaakt. Helemaal top. Dat gaan we even aantrekken. Oh, ik heb geen hands. Oh, die ben ik allemaal vergeten. Alright, we gaan vast even wat pijpjes maken, jongens. En het begint al heet te worden buiten. Helemaal top. Het wordt tijd dat we water fixen, jongens. Hé, hey, Boa, ga even dood of zo. Weet je, buiten mijn poort te chillen, hè? Wat denk jij, jongen? We hebben al 2 van jou binnen. Ga even weg. Misschien is het trouwens ook handig dat wij even een poort aan de andere kant gaan maken, jongens. Oké, ik heb de gamma ook even wat lager gezet, want nu was het echt te licht allemaal. Ik heb trouwens volgens mij nog ergens een gate zitten. Yes, kijk, ik heb hier bijvoorbeeld nog 2 van die deuren. Ik vraag me niet hoe ik eraan kom, maar ik heb er nog 2. Alright, ik heb er eentje gemaakt. We gaan even naar buiten en die gaan we even plaatsen, jongens. Want we willen eigenlijk wel even een nieuwe poort. En waar gaan we die maken? Ik heb geen idee waar het slim is. Ik denk gewoon hier, ja. Dit is een heel mooi stukje, dus daar kunnen we wel even eentje bouwen. En hij past hier heel mooi, denk ik. Ja, ik denk dat hij zo helemaal goed staat. Meteen, bam! We gaan even al deze shit hier weghalen. Dus zo'n desert pakje helpt op zich wel. Ik bedoel, mijn water gaat niet eens zo snel naar beneden. Ik heb het minder heet dan normaal. Ik krijg niet zo'n heatstroke, dus dat is helemaal mooi. Volgens mij zit hij goed, jongens. Ja, hij zit perfect. De muur loopt er ook mooi in. Nice. En nu gaan we even de deur erin plaatsen. Come on. Hoppakeetje. Nice. We hebben een tweede deur erbij, jongens. En dit ziet er vet uit. Ja, dat vind ik mooi. Eigenlijk moet ik ook even een deur hier maken in het huis. Ja, nee, dat kan trouwens niet. Want hier staat allemaal shit tegen een muur. Dus dat, ja, dat is onmogelijk. Dat gaat hem niet worden. Hier zitten inmiddels alweer 52 cementic paste in. Helemaal mooi. We gaan gewoon even van alles even iets maken. Kunnen we tenminste even een beetje sleutelen met die troep. Kijk, hier is een intake. Ja, daar begint het dus mee. Deze deur is super handig. Au, au. Stom, welk smerige krokodil. Auw, ik kan hem ook niet steken. Ik pak hem. Wow, what the heck? Come on, come on. Stab hem, stab hem, stab hem, stab hem. Stab hem, stab hem, stab hem, stab hem. Oh, scheidbeest. Holy shit, ik schrok me trouwens echt dood, jongens. Oh ja, kut. Ik heb geen stemmen. Nee, 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 nee. Oh. Oh, dit red ik wel, denk ik. Oh, dat is zo scheid, jongen. Come on, kom boven water, please. Ademen, ik heb adem nodig. Yes, nice. Maar serieus, hoe werkt dit? Ik heb hier echt geen ervaring mee, zoals jullie misschien wel merken. Maar wat heb je eerst nodig? Jongens, die intake, dat moet hem wel zijn. Ik kan hem letterlijk echt nergens plaatsen, dus wat de heck? Oh shit, daar komt weer zo'n scheidbeest. Hey, leuk dat je er ook bij bent, man. Ga je even doodmaken als je het niet erg vindt. Doei. Oké, nice. Hij is dood. De pijk is trouwens ook echt bijna stuk, wauw. Oh, you're kidding me. Er komt ook meteen een raptor aan. Hey, leuk. Leuk. Oh, en dan ging mijn dinges. Oké, nou dan gaan we met de pickaxe verder, hé. Pickaxe moeten wel damage doen, toch? Of doet dit ding meer?
Yes, dit ding doet meer. Oké. Okay. Finish hem nou. Oh shit, jongen. Bijna dood. Ben ik één keer alleen buiten, ga ik meteen neer, hè. Maar jongens, ik snap je helemaal niks. Ik bedoel, hij pakt hem niet. Die intake, daar moet het mee beginnen. Maar hij pakt die nergens. Waarom kan hij niet plaatsen? Ik heb trouwens ook even stoel gebouwd. Kijk, deze. En die doet het ook niet. Ze doen het beide niet. Alright, jongens. Ik heb ook even een foundation gemaakt. En dit is super raar. Ik bedoel, ik kan hier bijvoorbeeld ook geen foundations plaatsen. Hoe zit dit nou? En dit is geen enemy territorium. Dat weet ik zo goed als zeker. Maar kijk, ik kan hem hier echt nergens kwijt. Dus waarschijnlijk kunnen daarom die pipes hier ook niet. Zou dat dan komen omdat dit ding hier zit? Ik denk niet dat het aan de buren ligt. Dat denk ik sowieso niet. Dus daarom kan ik waarschijnlijk die pipes niet plaatsen. Ik ben wel eens een hele kleine water source tegengekomen waar zo'n ding op moet. Zo'n water well. Dat is zeg maar gewoon zo'n put. En die staat hier ergens. Dus ja, als dat niet werkt, dan moeten we die put denk ik maar claimen. Ik denk eigenlijk dat dat de enige oplossing is. Maar ja, dan ben je echt super veel pipes aan het aanleggen. Terwijl er gewoon water naast is. En dat kan je gewoon niet gebruiken. Ik vind het echt zo raar. Dit gaat helaas niks meer worden, jongens. Dat met dat hele water gebeuren. Maar ja, we hebben in ieder geval wel een poort gebouwd. Nice. Jongens, ik zou even goed mijn research doen. Als iemand van jullie weet hoe dit precies werkt, waarom ik dan niks kan plaatsen, laat het dan zeker even weten, want ik snap er niks van. In ieder geval, jongens, ik wil jullie wel bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je het leuk? Even een duimpje omhoog. Abonneer ook even op mijn kanaal. En dan check ik jullie de volgende keer terug bij een nieuwe video. Later.